Ja. Ja, dan moeten we even de redactie vragen. Goedemorgen, beste vriend. VVV bedoel je? Ja, ik weet het niet. Ik altijd onderwerpen van de redactie. Ja, maar de redactie die moet weer naar Brabant zo nodig. Ja? Ja, naar Den Bosch. Dat gaat naar Den Bosch toe, zoete lieve Gerrit. Wat zingen betreft, hey, wij kunnen een mooi liedje insturen naar Jokers, hè? Ja. Ja, dus als mensen nou denken, nou, ik ben een goede tekstschrijver. Of ik ben een slechte tekstschrijver. Singer-songwriter. Dat moet je tegenwoordig zo zeggen. Ja, ik merk wel dat je met bluesrock betrokken bent, ja? Ja. Maar, nou, maak dan een mooi liedje, dan gaan wij sturen in naar Jokers. Ik vind dat je wat meer omheen moet zeggen, wat voor liedje. Niet zo'n holla die je, holla die jo. Nee, maar het moet wel een meezinger zijn. Nee, ik vind het niet meer zoiets van Ben Zogeer Venlo neer. Oh, zo. Ja. Nee? Ja. Nou ja, kan ook. Ik vind het allemaal goed, joh. Ja, jij bent makkelijk in dat ding, hè? Riet Petra dat? Ja, vorig weekend hadden we dus geen uitzending. En wij gingen naar de Moezel. Ja, ik zag het. Maar voordat wij besloten hebben om naar de Moezel te gaan, naar welke stad, dan is er al een hele hoop water door de Maas. Want mijn vrouw zegt, we kunnen daar doen. En zeg ik, lieve schat, zoek wat uit, ik ga mee en ja, het wordt gezellig. Ja, dus ik ben zo maar flexibel als het? Nee, het was leuk. Maar ik zag eronder staan lekkere wijntjes drinken. Ik kan me jou niet... Nee, ik drink nul wijn. Nee, dat nul. Ja. Ja, iemand schrijft dan lekkere wijntjes drinken. Ja, dat zag ja. Nul wijn. Nee, het was prima. Hé, maar even bluesrock, wat een gedoe allemaal zeg. Ja, jij bent daarbij betrokken. Ja, natuurlijk. Hè? Jij ziet er ook een beetje uit als zo'n beetje overjarige blueszanger. Ja, oh. Ja, nou, dat is ook zo. Weet je wel, die hebben wel eens in de sloppen van L.A. zitten. Ja, in de goot hebben gelegen na hun succes en dat soort dingen. Ja. Maar vertel de actuele situatie. Nou, de actuele situatie is dat bluesrock gewoon doorgaat. Alleen niet... Met de naam bluesrock. Nou, de naam bluesrock, dat ligt toch weer gevoelig bij de familie Mojo concerts. En meneer Smeets. Dat van meneer Smeets was. Ja, juist van Jan. Ja? Ja. Ja, dus we hebben gekozen voor Blues Festival de Doolhof. Nou, dat bek lekker. Blues Festival de Doolhof. Als jij iets beters weet, vriend, doe je best. Blues Tegelen. Blues Tegelen, dan weet iedereen waar je het over hebt. Ja, dat is wel waar. Ja. Oh, dat is snel opgelost. Maar doen jullie ook de night before? Of is dat nee, weer? Dat is iemand anders die dat doet. Ene Marcel, ik weet even zijn achternaam niet, maar die regelt. Oh, die doet ook de zomerparkfeesten. Nee. Nee, maar een jongen uit Tegelen, ik wist ook niet dat georganiseerd was, de night before. Maar dat is wel zo. Ja? Ja, dat is een aantal cafés die hebben dan... Maar dat is heel druk hoor. Ja, dat is heel druk altijd. Dat is ook goed. Want die mensen van het kabinet komen er ook allemaal, hè? Ik heb geen idee. Het kabinet is een Tegelse groep. Oh, zo. Dat is al best. Ik dacht al dat meneer Rutte er naartoe ging. Nee, maar, kabinet, dat is een Tegelse, die komen bij een kroeg daar. Ja? Heb je nog naar de Dinsco koffietijd gekeken gisteravond? Ja, dat was... De directeur van de Doolhof was daar. Ja. De directeur van de Doolhof, ja. De voorzitter van de VVD. Maar jij niet? Waarom jij niet? Ja, ik ben weggebonjourd, zeg maar. Oh, je was wel de bedoeling, denk ik. Ja, was wel de bedoeling, maar ze wilden er een leuke uitzending van maken, dus ze hebben mij niet gevraagd. Waarom niet? Nee joh, maar dat is toch... Ik vond het aan zich wel prima. Ja? Maar dan gaat het erom hè, dat die festivals... Er gaan een hele hoop festivals niet door omdat ze te duur worden. Hè, door gemeente, door beveiliging, door alle... Ik zeg maar, die artiesten tegenwoordig, die vragen ook een godsvermogen. Ja. Schrijf eruit. Ja. Meneer Pollux, die komt ook niet voor 2 euro. Nee, wat vraagt hij? Ik heb geen idee. Ik ook niet. Hé, nou we toch over dat soort dingen hebben, hè. Mensen, er zijn, heb ik gehoord, nog enkele kaarten vrij voor de tent van Bel. Zowel in Roermond als in Venlo. Dat is netjes. Dat wordt nog wat. Dat is heel goed. Ja. Dat is heel goed. Ja, ja. En wat hadden we? Oh, 1 april mop. Ja, is dat niet goed afgelopen? Daar hebben we maar wat bedacht. Ja, jou wel. Mij niet hoor. Wij waren mij daar. Mij niemand. Nou, bij mij wel. Ik was daar en jullie waren er niet. En het was 1 april, mensen. Ja. Ja, maar misschien hadden we er wel moeten zijn, even goed. En dan tegen die mensen zeggen, ja, t-shirts 0, 1 april. Dat had toch leuk geweest. Ik zat in Pruisen en ik moet dadelijk weer naar Pruisen.
Hey, maar zullen we nog maar een spreukje doen erin gooien? Is dat nog een plan? Hebben we een oproep al gedaan voor een lied? Voor een liedje hebben we gedaan. Ja. Ja, mensen gaan echt schrijven, dat weet ik 100% heeft de groep zeker. Heeft hij al zo gedaan? Of? Ja, heeft hij al gedaan. Oké. Okay. Ja, heeft hij al gedaan. Ja? Hebben we nog iets te doen dit weekend in Venlo? Mout nee, is fout, zeg je. Mout is fout. Nou, afrond. Oké. Okay. Ja, afrond. Dames en heren. Ja. We hebben... Hij heeft zich deze week weer overtroffen, onze potentiële stadsdichter, Kok. Ja, want... De asperges, hè, die zijn weer een hot item. Nou, het moet goed weer worden, dat het lekker, dat het ook goedkoper wordt. Enfin, het gaat om de asperges. Het witte gouden asperges zijn inmiddels weer in aantocht. Maar het moet wel een seizoensproduct blijven. En niet zoals vele andere producten het hele jaar te verkrijgen. Het witte goud is niet voor ieders portemonnee weggelegd en aan te kopen. Maar wellicht... Door het goed weer dalende prijzen, zodat dan ieder van deze delicatessen kan profiteren. En dat is waar wij op hopen. Hij is vegetariër zeker. Dus. Kom. De laatste stond niet in de tekst, hè? Mooi weekend, mensen. Hoi, hoi.